Welkom bij mij op het dakterras. Dit is geen barbecue, dit is een bastard. En elke week heb ik een chef met wie ik lekkere gerechten ga maken op die bastard. En ik mag er alles proeven. Wat ben ik toch een lucky bastard. Hey Joost, ik vind het heel fijn dat wij dit gaan maken. Hè? Ik ga beginnen met een nieuwe serie, Lucky Bastards. Ja. Daarin doe ik de barbecue bastard centraal stellen. Ja. Nou, jij bent van bastard. Ja. Dus het leek mij heel logisch om met jou de serie te openen. Leuk. En toen mailde je me wat je allemaal wilde gaan maken vandaag. Nou, ja. Ik kwijlde al op mijn telefoon toen ik de mail las. Nu gaan we beginnen met het voorgerecht. We gaan een lolletje maken van Bavette. Een mooi fris gerechtje, leuk gerechtje. En dat is nog maar het begin? Dat is nog maar het begin, dan gaat nog meer komen. Ik heb zoveel zin in vandaag, je hebt geen idee. Leuk, leuk. Slotje zit er doorheen. Ja. Doen we de kappetjes erin, Howard. Kun je ook fijn hakken weer, ik hou weer lekker van wat grof. Pakken we weer met de mooie zwarte Tagische olijfjes. Ja. Zijn al mooi klein, dus die doen we lekker grof doorheen. Echt, dit is het gewoon, je rolt hem gewoon op? Je rolt hem gewoon op. Dit is het? Dat is het. Een lolletje op het stokje. Kort grillen. Dit ziet er echt heel goed uit. Een lekker voorgerecht. Een lolly van Bavette. Ja. Gevuld met allemaal lekkers op een tomatensalade. Ja. Dit is pas het eerste gerecht. Die kaas is helemaal versmolten erin. Ja. Rucolaatje proef je goed, het pijnboompitje. Als dit het eerste gerechtje is, dat is wel veelbelovend. Ik hoop het, ik hoop het. Dat is wel mijn bedoeling. Hé, dat was echt een heel erg lekker voorgerecht. Ik vond met name die balans van die smaken heel lekker. Ja. En dat is voor mij heel belangrijk, want ik ben een weegschaal. Ah. Wat ben jij voor sterrenbeeld? Tweeling. 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 Dan is het volgende sterrenbeeld volgens mij kreeft. Is de kreeft. En laten we dat nou net gaan eten. Dat gaan we net eten. Wat ga je daarmee doen? We hebben de kreeft even humaan bereid. Ja. Daar gaan we wat zeekraal. Gaan we lekker even smoren in het pannetje op de barbecue. De kreeft gaan we bereiden met beurre noisette. Dan weet ik niet of je dat kent. Ja, dat is toch notenboter? Notenboter, ja. Oh, wat ziet het er mooi uit. Ja, maar kleur werkt altijd, hè? Ja, werkt echt, ja. Kunnen we het citroentje ook echt gebruiken om over het gerecht heen te knijpen? Nee, ik zou die zeker niet over het staartje doen. Waar je hem wel over kan doen als je dat lekker vindt over de schaar. Aha, het is heel subtiel. Ja. Maar met als alles op de barbecue, het heeft gewoon te maken met geduld. Ja, klopt. Het heeft te maken met voorbereiding, je moet er even op wachten. Ja, hier maak je wel indruk mee, hoor. We gaan vandaag lekkere lamsnackjes. We gaan er een stoofpotje van maken. Lekker. Dat gaan we in de Dutch oven uiteraard op de barbecue maken. Uiteraard. Lamsnackjes zijn altijd wel mooi gemarmerd, mooi vet. Vet geeft natuurlijk weer mooi smaak. Wat gaan we daarmee doen? We gaan er een beetje ontbijtkoeken gaan we erin doen. We gaan er wat uitjes, wat knoflook. En dan gaan we dat daarna gaan we dat weer op de barbecue terugleggen. En, laten we beginnen, man! Laten we gaan beginnen. Ik word helemaal gek. Dat klinkt zo lekker. Laat hem ongeveer 2,5 uur laten we hem lekker staan. Af en toe doen we hem even open. Controleren we even, zit er nog genoeg vocht op? Staat hij nog mooi onder? En desnoods voegen we wat bouillon of water eraan toe. Goed. Ja, laat hem lekker gaan nu. Oké, we hebben lekker 2,5 uur hebben we hem lekker laten pruttelen. Ja. Hij is mooi ingekookt. We gaan even kijken of hij nu mooi gaar is en of we hem kunnen plukken. Cannelloni-buisjes, rauwe pasta eigenlijk. Nou, heel simpel, we pakken gewoon het mengseltje wat we gemaakt hebben van de lamsnekjes. Gaan we gewoon in het buisje stoppen we dat. En die duwen we gewoon helemaal door, totdat die helemaal gevuld is. Nu zo rond de 150, 160 graden. We hebben het hitteschild dus helemaal erin gelegd. Ja. En we gaan ze nu eigenlijk gewoon erop leggen. Laten we een minuutje of 20 ongeveer laten we hem liggen. Afgelakt. Nou, eigenlijk nog 2-3 minuutjes en dan zijn we er. Wat ligt hier allemaal voor lekkers, vriend? Allemaal mooie ingrediënten uiteraard weer. We gaan een beetje antipasta maken. Ik heb tot
totaal geen idee wat we hier gaan doen. Nou, het is eigenlijk heel simpel. We gaan kaas koud roken. Dan hebben we een koudrookgenerator. Dat is eigenlijk net een slak. Dat zie je ook. Dat gaan we het fijne rookmot in doen. Zo simpel. Zo simpel is het. Maar toen je het me daar vertelde, klonk het als hogere wiskunde. Ja, dat klinkt inderdaad als hogere wiskunde, maar dat is het absoluut niet. Zo. Let's go! We gaan opmaken. Eigenlijk alright. Het leukste hè, van alles wat om te doen. Dit ziet er echt uit als een feestmaal. Ja, ik hoop ook dat het zo smaakt uiteraard. We hebben ons best gedaan, hè? Voorgerecht was lekker, tussengerecht was lekker en dan nu dit hoofdgerecht. Ja. Ik heb er echt zin in. Nou, we gaan aanvallen. Glaasje witte wijn erbij. Heerlijk. Nou, die rooksmaak van die mozzarella, die proef je toch? Goed, hè? Ik moet je eerlijk zeggen, ik was een beetje sceptisch. Ik denk 18 graden. Ja. Maar heb je het over? Maar het is echt heel lekker. Trekt er goed in, hè? Ja. De rooksmaak en dan die mooie zachte buffelmozzarella. Je ziet het, alles op. Ja, ik heb nog een klein olijfje, die prik ik er nog even aan. En ja, het was naar mijn mening goed geslaagd. En wat ik zo bijzonder vind, is dus dat alles is op de barbecue gemaakt. Ook de alles. Vulling van de cannelloni. Ja, alles. Alles is op de bastard bereid. Ja, ja. Lekker hoor. Lekker hè. Ga je het namaken? Ik ga het zeker proberen. Ik durf daar geen foto's van te sturen. Maar ik ben wel benieuwd naar ons dessert zo meteen. Ja, dat gaan we zeker, ga je ook leuk vinden. Ga je ook lekker vinden. Volgens mij gaan we hier het dessert voorbereiden. Juist, heb je heel goed gezien. Het dessert kan natuurlijk ook uitstekend op een barbecue. We snijden gewoon de kroon snijden we er even af. Aan de bovenkant. Die gaan we niet meer gebruiken, dus die kan zo in de prullenbak. Dan zetten we de ananas even rechtop. Dan hebben we hier een mooie injectiespuit. Ja. Een marinadespuit noemen we het ook wel. Hier heb ik Kahlua in. En heb ik hier een bekertje, daar gaan we wat liqueur 43 in doen. Mm-hmm. Dan heb ik wat specerijen. Wat Oosterse specerijen neergezet. En dit spuit je gewoon zo in die ananas? Ja. En dan gaan we lekker wat specerijen leggen we er gewoon om bij. Wat kardemompeulen, sterrenijs. En dan zetten we hem op de barbecue Howard. En met het hitteschild eronder dat hij niet kan verbranden. En laten we lekker een paar uurtjes lekker pruttelen. Maar als je hem bijvoorbeeld met Surinaamse rum doet of met wodka, dan kan je hem niet aan de kinderen geven. Ja, dat wil zeker wel, want wat gebeurt er met alcohol? Door de warmte, alcohol verdampt. De smaak en de zoeterheid trekt in de meloen. Dus ze zal zeker geen, zullen er niet dronken van worden. De ananas en de meloen hebben we nu echt een aantal uren hebben op die barbecue gehad. Die gaan we eigenlijk uitpakken nu. Die geur die vrijkomt is echt top, hè? Niet meer praten, man. Ik wil dit gewoon gaan proeven. We gaan het proberen. Echt, de ananas. Het laatste gerechtje. Lekker ziet dit eruit. Ja, ik ben ook nieuwsgierig, hoor. Mm. Hoeveel uur heb je die nou gekookt? Ja, wel echt lang. Een uur of acht? Ja, langer nog. Zo. Ja. Maar die ananas, dat is voor mij echt de gamekiller gewoon. Ik wil jou echt enorm bedanken voor deze eerste aflevering van mijn nieuwe serie. Graag gedaan. En dankzij jou voel ik mij echt oprecht een lucky bastard.